Hoe lang ben je al vrijwilliger bij deze omroep? 1 jaar en 3 maanden. En dat is de grootte van je leven? Ja, best wel. Ja, naast school en andere hobby's dat ik heb, is het een best groot deel van mijn leven, ja, zeker. En zou je het jammer vinden als het weggaat? Ik zou het echt heel erg vinden, ja. Ik zou het echt vreselijk wel vinden. Ik heb hier zoveel geleerd. Ik kom hier met heel veel plezier. Dus ja, ik zou het echt vreselijk vinden, ja. En wat zou je het meest missen? Dat is toch wel, alles eigenlijk. Maar ik denk voornamelijk de gezelligheid met de collega's. En de plezier van wat ik in het vrijwilligerswerk stop. En het plezier dat ik er anderen ook in zie doen. Want je moet je even beseffen, ik ben niet de enige die dan weggaat. Er zijn er ook 74 anderen die dan ook hun vrijwilligerswerk moeten opgeven. Dus ja, ik zou eigenlijk alles eraan wel missen eigenlijk. Maar wat doe je hier precies? Ik maak artikelen, ik interview mensen en ik werk mee aan een radioprogramma. En ik krijg ook een eigen radioprogramma met een vriend van mij. Maar ja, dat staat nu wel op hele losse schroeven. Laten we daarop houden. En hoe jammer zou je het vinden als dat programma toch niet doorgaat? We verheugden ons er allebei wel op. Dus ik zou het wel jammer vinden, ook voor die vriend van mij. Want ja, we hadden ons er allebei wel op verheugd.